Misschien had je het al gehoord en misschien ook niet, maar PES 2021 is uit. En het is niet zomaar PES 2021, het is eigenlijk PES 2020 met de 2021 teams en transfers update, noem het allemaal maar op. En dat heeft allemaal mee te maken met het feit dat PES over gaat stappen op een nieuwe engine. Dit draait nog op de Fox engine. De nieuwe Next Gen PES die gaat draaien op de Unreal 4 engine. En daar hebben ze gewoon een jaar voor nodig, in ieder geval een jaar extra. Dus geen volwaardige nieuwe PES dit jaar, maar wel gewoon een lekkere update. En ik ben een MyClub fan. Dat gaan we nu spelen. En je zult al zien, ik heb niet een heel hard team in mijn team. Dus we gaan gewoon een hele nieuwe club opbouwen. Mijn teammate GameKings, uiteraard. En ik heb al wel wat spelletjes hier en daar binnen gehengeld. Maar ik heb voor het echte vuurwerk heb ik gewoon nog heel even gewacht. Gewacht hier op deze video. Dus you're welcome, you're welcome. Even kijken. Kijk, als we heel even gaan naar squad management. Dan zie je Baldé, Lionel Messi. Maar Lionel Messi is een huurspeler. Daar hebben we dus niet zoveel aan. Tolisso Matuidi, dat is wel top. Matuidi, die wil ik er wel bij houden. Maar de rest is eigenlijk allemaal niet zo heel erg bijzonder en spannend. Maar, zoals je ziet, we hebben 1780 coins. Die gaan we spenderen. Dus we gaan kijken of we wat toffe spelers kunnen binnenhengelen. Dan gaan we naar agents. Want je gebruikt agents om spelers binnen te hengelen. Dan gaan we naar collectors box. Hier mogen we er 3 van nemen. 250 de stuk. En die gaan we nu betalen. Italiaanse spelers? Ik krijg alleen maar Italiaanse spelers trouwens. Uit Italië, laat ik het zo zeggen. Oké, hier word ik nog niet echt warm van. Maar we hebben nu een keeper in ieder geval die mee kan dingen. Kijken. Ja. Het is oké, het is oké. Het is niks bijzonders. Ik had 2000 coins om mee te beginnen. En volgens mij zitten die gewoon bij de standaard editie. Ik heb geen geld uitgegeven of wat dan ook. Roma Kluivert! Yes! Ik hou van Nederlandse spelers, jongens. Ik wil altijd zoveel mogelijk Nederlandse spelers in mijn team hebben. Justin Kluivert, ik wou zeggen Patrick Kluivert. Justin Kluivert. Dat is een speler die gaan we trainen. Want zoals je misschien wel weet, of niet, MyClub lijkt natuurlijk een beetje op FIFA Ultimate Team. Maar hier kan je spelers ook trainen en ook echt beter maken. En de kunst is dus juist om een team te creëren met echt je favoriete spelers. En die gewoon heel erg goed te maken. In plaats van exact hetzelfde team te hebben wat iedereen heeft in FIFA Ultimate Team. Al moet ik zeggen dat als ik deze game speel, dat ik ook echt heel vaak tegen Lionel Messi en Ronaldo moet gaan spelen. We mogen dit nog één keertje doen. Nou, ik ben blij met Kluivert, jongens. Ik hou ook van snelle vleugelspelers. Dus dat past wel binnen mijn strategie. We gaan naar Spanje. Real Madrid? Ja, Real Madrid. Nee. Niet super impressed. Kijk, dit valt een beetje tegen, jongens. Oh, we mogen dit nog een keer doen? Ik dacht dat er stond maximaal 3. Oh, maar dat betekent gewoon 3 spelers. Oké, ik doe dit nog 1 keer. Even kijken, wat is de andere? Clubstars Worldwide. En deze, Player of the Week. Oké. Falcao, Salah staat erbij. Berghuis. Richarlison, die ook naar Ajax zou gaan natuurlijk. Fabregas. Ik wist niet eens dat Fabregas nog speelde, joh. Ik zit niet meer zo in het voetbalwereldje als vroeger. Dat merk ik wel. Oh. Falcao. Lekker. Lekker. Kijk. Hier kan ik wel down mee zijn.
Falcao. Ik heb liever natuurlijk de Falcao van een paar jaar geleden, maar... It's all good. Oké, laten we deze nog twee keer doen. Frankrijk. Kylian Mbappé. Nee, zit er niet bij. Oké, nog één keertje mogen we deze doen. We gaan wel hard door die coins heen hoor. Fabregas, wel een baas hoor. Wel echt een held. 33. Ik dacht dat hij ouder was, joh. Dat is gewoon mijn leeftijd. Nou, 33. Dan wil ik hem nog wel in mijn team hebben. Kom maar op, hoor. En nog één player worldwide. Laten we die ook gewoon erbij pakken. Verras me. Kom met iets vets. Kom met iets vets. Weer een keeper. Oh, jongen, jongen. Deze had ik ook al in PES 2020 als keeper. Maar daar gaan we gewoon een XP trainer van maken. Oké, dit laat ik verder even zo. Wie zat er trouwens nog meer in hier? Even kijken. Oké, ja, dat is gewoon echt dit jaar. Oké, cool. Collectors box. Laten we deze nog even een keertje doen. En mijn ontbijt is klaar. Ik moet heel even iets uitdrukken. Uit! I'm back! Oké, we gaan het team smeden. Tijd om een team te gaan smeden. My club records. Signed 20 players using an agent. Oké, dat is niet zo heel bijzonder. We hebben nog iets in onze inbox zitten. 10.000. Oké, kom op. Squad management. Links buiten. Dat is duidelijk. Dat gaat onze boy Justin worden. Hier is die 78. Niet heel erg hoog. Maar dat doet er niet toe. Kijk, Messi zit er gewoon op de bank. Die gaat ons toch niet verder helpen. Fabregas. Die zetten we daar neer. Yep. Nee, die laten we even zo. Deze gast zetten we wel even op de bank. En deze zetten we ook even op de bank. En ik denk dat ik van deze gast gelijk een XP trainer maak. En dan geven we die aan. Geven we die XP aan. Aan Kluivert. Waar is hij? Waar is hij? Ah, hier. Het zal niet veel zijn, want het is maar één speler natuurlijk. Nou, play training. Let's go. Kijk, hij is al gestegen van 78 naar 80. Toch meer dan ik dacht. Maar zo werkt dat dus, jongens. En dat is ook hetgene wat ik tof vind aan My Club. Nou, nog 50 gold coins. Je kan dus ook gold coins gewoon winnen door hier je bepaalde acties uit te voeren. Laten we even een match doen tegen de computer. Tegen Simcox 11. Vette naam.
Even kijken, hij speelt met Kent County FC. Wij gaan natuurlijk heel even in de nieuwe uitshirt spelen. Ik vind het een prachtig shirt. En zij mogen dan in dit shirt spelen. Ik vind het een mooi logo wat ze hebben uitgezocht voor zichzelf. Daar gaan we, Falcao, Kluivert, Fabregas, ze zitten allemaal erbij. En dan kijken of ze wat potten kunnen breken. En dan zijn we, jongens, in de Amsterdam Arena. Hij ziet er wel echt prachtig uit. Helaas zijn de grachten nog wel open. Dat is in het echt, is dat natuurlijk niet meer zo. Maar er wordt zoveel verbouwd aan het stadion. Ik kan me voorstellen dat ze dat niet bij kunnen houden. Nou, hier zijn we, jongens. En hopelijk gaan we voor de overwinning. Het zou mooi zijn. Klaar voor de binnentrekken hier. Ruimte maken voor de opkomende back. Geeft hem voor. Kom hem in. Ai, 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 die moet toch op goal, man. Och, zonde. Echt heel erg zonde. Del Piero. Ze hebben Del Piero. Ja, ze hebben een aardig team, moet ik zeggen. Maar wij beginnen er ook te komen. Lange bal op Kluivert. Kijk, heeft alle tijd om aan te nemen. Meegeven aan de back. Kluivert nu naar binnen trekken. Naar binnen, naar binnen. Ah, jongen, wat doe je nou? Dat getuigt van weinig voetbalintelligentie daar. In principe loopt hij nu alleen maar zijn back in de weg, die daar aan de bal was. Gaan we het via de andere kant proberen. In de voeten aanspelen hier. Falcao, kom op. Wipt hem eroverheen. Kan hij binnenhouden? Ja, hij kan hem wel binnenhouden, maar daar is eigenlijk ook alles mee gezegd. Gewoon even een wild schot. Weet je, als hij zit, dan heb je een wereldgoal. Ja, ik probeerde met een vroege voorzet, maar dat mocht helaas niet baten. Ajax have had plenty of possession, but few, if any, genuine chances. Fabregas. Nee, Falcao. Niet daar. Matuidi. Daar ja, zo ja. Zie, en dan word je meteen gevaarlijk. Om die bal vragen, in de voeten spelen. Oh, dit was een goede corner, hoor. Oké, we zijn lekker aan ballen. Alleen de echte kansen die moeten nog een beetje komen. Net met Falcao was een goed begin, maar gewoon rustig blijven. Oh. Vrije trap. Ja, het was een vrije trap. Het was geen penalty. Kijk, en dit is wat ik wil van een spits. Je ingraven in die verdediger, om de bal vragen. Ik probeerde een spin te geven aan die bal. Dat lukte niet echt. Doodzonde. Daar had meer een curve in moeten zitten. Want je kan zo'n bal kan je effect meegeven. Door nadat je hebt geschoten, nadat dat balkje zeg maar gecharged is. Door nog met de thumbstick een bepaalde kant te kiezen. Back.
Ja, daar ben ik wel een beetje bang voor. Dat we... Ach, hier is niks aan de hand, scheids. Kom op, zeg. Dit is wel heel makkelijk. Mbappé met nummer 3. Vet. Cesc Fabregas. Ja. Falcao aan. Ah, dramatisch Falcao. En... Wat? Hij moet hem gewoon terugleggen. Pepe. Roca. We spelen wel tegen een aardig team volgens mij hoor. Roca. Pepe. Oké, okay, ze gaan nu voor balbezit. Dat is wel duidelijk. Te makkelijk, Koos. Kom op. Schep er bovenop. Yep. Nee! Kruip je daarvoor, joh, gek! Je bent veel sneller. Een beeldenplay is wel erg vervelend, man. Zie je dat? Sané. Here it comes. Can't get the better of his opposite number. So yeah. Kluivert looks to dink one in. Oh, wat een ruk aanname. He's been bundled over. That is a foul. Oh, dit is zonde, man. Het was namelijk echt een hele mooie opening. Kaartje. Ja, wel dramatisch wat dat betreft hoor. Nou, fuck it, we slingeren hem gewoon voor. Oh, wie had toch moeten zitten joh? Zonde. Kluivert wel achter de bal. Nee, deze is voor de keeper. Ja, hier is geen ruimte. Laat ze eerst maar even een beetje komen, want het zit daar veel te dicht. Oh! Yes. Dit is wat ik wil zien van de spits. Aanspeelbaar zijn. En dan even net die bal voor je uittikken. Net wat ruimte creëren. Door die ruimte te creëren en een verwoestend schot, met een verwoestend schot uit te halen, dwing je de keeper om ook te stappen. En ja, hij is gezien. Hij heeft geen tijd meer om te reageren. Kijk, klein tikkie opzij. Ja, verwoestend schot. Fantastisch. Echt fantastisch. Dit is hoe mijn spitsen moeten voetballen. Ik denk in mijn gedroomde line-up zet ik Lukaku in de spits. Lukaku of Mbappé. Mbappé zou bij mij ook als spits kunnen spelen. En ik gebruik dan vaak een Depay. Tenminste vorig jaar gebruikte ik dat met Depay. Om als schaduwspits eromheen te laten voetballen. Ach, scheids, er is niks. Die Mbappé gaat bij minst of geringste gaat hij liggen. Bal. 100% bal. Op slag voor rust. Just brushed off the ball there. Nee. Hey, kom op, wat ben je aan het doen allemaal, joh? Wat een gestuntel achterin op dat moment. Dat heeft natuurlijk alles mee te maken. De chemie is er nog niet. De chemie speelt een belangrijke rol in mijn club. En de affiniteit met de speelwijze.
is er ook nog niet daar. En dan krijg je van dit soort rare momenten af en toe. Ajax come off having scored the only goal of the game so far. It's been tight, it's been exciting. There's certainly plenty for us to chew on during the break. Just back from your break, there's very little of the results with the second half. Kluivert. Oh! Scoort ook bij zijn debuut, heerlijk. Daar is hij. Yes, 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 yes. Ik zat nog even te kijken waar ik naartoe moest met die bal. Maar dat werd op een gegeven moment wel duidelijk. Hier inspelen weer de spits. Ik dacht dat ik hem daar kwijt was. Ja, en dan doet hij dit fantastisch. Eigenlijk bijna, qua afdrukken en aannemen, een kopie van de eerste goal. Goed om te zien hoor. Kijk. Pats. Vet doelpunt. So that's two now without reply. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Mbappe. That is terrific. Nee, geef hem niet die ruimte. Alsjeblieft niet, zeg. Dit is een gevaarlijke plek. Given a free kick just outside the box. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. Mbappé is wel de man die voor de gevaarlijke doorspelsituaties zorgt. Ah, waardeloos vrije trap. Ja, gewoon afschermen. Corners zijn ook wat tricky hoor. Oh, dit zijn de... Oh, ik had hem vol op de pantoffel genomen op die plek. Kom op. Sluit aan. Oi. Ik wist het. Ik heb alleen even de ruimte nodig. Dat schot van hem. Dat kan niemand stoppen. Wat een heerlijk doelpunt is dit, zeg. Het duurde even voordat hij was aangesloten hier. Hier even naar binnen. Kijk, en dan heb je alle ruimte. En dan moet je uithalen. Als je Falcao hebt, moet je daar uithalen. Kijkt heel even op naar de goal. Ja, prachtig. Ja, dit is een lekker potje zo. Across the field it goes. Jose Gaya positions himself well and cuts it out. Ik wilde terugkoppen naar de keeper, maar het ging niet helemaal, maar it's good enough. Falcao is now the subject of some adhesive marking. Yeah, now that he scored, this defense is on high alert whenever he goes anywhere near the ball. Rot aanname. And it's played forward. Yeah. Now the counter. Ja, nee! Dat scheelt echt helemaal niks, denk ik. Oh, zie je, echt een linkerbeen. Oh. Helaas. De meeste baltouches voor Kluivert, dat vind ik toch wel opvallend. Vooral omdat we elke keer zo snel mogelijk onze spits Falcao proberen op te zoeken. Oh nee, wat slecht teruggelegd. Ik denk leg hem terug en hij kan hem zo inschieten.
Nee. Ah. Ik begon te twijfelen. Als je twijfelt, ben je hem altijd kwijt, man. De scheids is streng vandaag. Maar wel heel eenzijdig streng. Ah, gewoon de bal. Weer gewoon de bal. Er is heel weinig aan de hand daar. Rocca plays it out to the wing. He's got away. Tries to get it forward quickly. Now it's Falcao. Oh. He's fouled him there. Ik wou net zeggen, kijk, dit is een overtreding. Oh. Wat een rot aanname weer, zeg. Nou, nu ontstaat er toch wat ruimte voor ze. Ja, dat kan niet. Ah, daar ligt ruimte. Ach. Oei, 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 oei. Ik telde hem nu wel, hoor. Och. Kijk, hier dacht ik, ben hem kwijt. Ja, nu. Zekerheidje, maar... Helaas. Zijn linkerbeen staat nog niet op scherp. Over to the left. Sané. Sané with the crossfield ball. Good challenge. He just stood firm. The whistle is going for a reckless challenge there. Mbappé, die moet je zo snel mogelijk uitschakelen. Ik vond ook hier niet heel veel aan de hand, hoor, maar het is wat het is. Dat deed ik niet zo heel lekker. Oh! Ik let helemaal niet eens op, joh. And here's Sonny. He gets past his man. He's got options out wide. Nee. Nee. Denied. Bilia. Oh, dit gaat lekker. Sané pulls it in. Ik zat daar een beetje te slapen. Oh, nou, we gaan gewoon door. Ze zijn wel hoog druk aan het zetten nu, zeg. Bilia. Ja, dat is hem. En nu daar. Ah, nee, weer een vervelende aanname. Ja, en dat heeft dus allemaal met teamchemie en tactiek familiarity te maken. Dat is gewoon zonde, want je weet, een paar wedstrijden verder gebeuren dit soort dingen niet meer. Wauw. Nee, dit gaat niks meer worden, denk ik. Mijn spelers zijn moe. Het lijkt nergens meer op. Hier, wauw. Elke bal wordt ingeleverd. Wat ik zeg, elke bal wordt ingeleverd. Ja, nou, het is mooi. 3-0, Jantje. Falcao, Kluivert, Falcao. Ik moet zeggen, ik heb mooie doelpunten gezien. Het voetbal kan nog een stuk beter. Maar voor zijn eerste wedstrijd, voor deze spelers, meer dan prima. Voorspellen een grote toekomst bij My Club. Ja, dat was hem, jongens. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Dit is het begin van My Club carrière voor PES 2021. We hebben een aantal leuke spelers opgepikt al. Laten we even kijken of er ook al wat spelers beter zijn geworden. Nou, we waren wel overduidelijk de betere partijen hier.
Even kijken. En dit is wat ik bedoel met je kan spelers beter maken. Je ziet, na elke wedstrijd krijg je experience points. En onze Kluivert is nu al van 78 naar 82 gegaan. Daar hebben we natuurlijk een XP trainer voor gebruikt. En hij heeft goed gespeeld. Daarmee krijgt hij ook gewoon meer experience. En dit is een grote stap. Maar naarmate je levelt. Kijk, hij zit nu op level 11 van de 45. Hoe hoger je levelt uiteindelijk, hoe langzamer het beter worden gaat. Net zoals elke RPG eigenlijk. Dus dan weet je een beetje hoe het in elkaar steekt. Matuidi, ook één puntje omhoog gegaan. Is nu een 84 geworden. Ik vind het helemaal mooi. Jongens, dit waren de eerste stapjes in PES 2021 met de My Club modus. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En heb je een keertje zin om een co-potje te doen in My Club? Laat me weten. Ik speel hier op PC. Voorheen speelde ik natuurlijk op de PlayStation 4. Dit keer op de PC. Heb je zin om mee te doen? Laat het heel even weten hieronder in de comments. Of join natuurlijk onze Discord. En check ons op Twitch, waar we elke week live zijn in de cloud. Jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later!